Italiaanse merken en Fiat in het bijzonder hebben een prachtige historie waar het gaat om coupés en cabriolets. Maar om tegenwoordig nog geld te verdienen aan zo'n soort nicheproduct is het belangrijk om samen te werken met andere fabrikanten. En de fabrikant die Fiat daarvoor gekozen heeft klinkt misschien een beetje bijzonder, dat is Mazda. Want op basis van de nieuwe Mazda MX-5 laat Fiat volgens eigen smaak in Japan deze 124 Spider maken. En die auto die heeft eigenlijk alle goede zaken die een Mazda MX-5 heeft. En dat betekent dus onder andere, en dat is belangrijk voor een Spider, een kapje dat heel makkelijk vanuit de bestuurderspositie kan worden geopend. En dan kan de lol beginnen. Fiat heeft net wat meer gedaan dan Mazda gewoon een Fiat gebadgede MX-5 te laten maken. Zo geeft Fiat onder andere aan Mazda de eigen 1,4 liter turbomotor en die ligt in deze auto voorin, 140 pk. En dat is voldoende voor een lekker compacte auto in deze klasse. De prestaties zijn bovengemiddeld en de lol is gewoon het openrijden. En dat in combinatie met het geweldige onderstel, want dat is natuurlijk wel helemaal van Mazda afkomstig. De carrosserie die is specifiek door Fiat getekend en daarbij nemen ze een aantal design delen, een aantal design cues over van de oorspronkelijke 124 Spider die uit de eind jaren 60 stamt. De auto ziet er goed uit. Fiat is het natuurlijk als Italiaans merk er wel aan gelegen om het ook smakelijk eruit te laten zien door combinaties van buitenkleuren en binnenkleuren te kiezen. Nou, dat zie je aan deze blauwe auto heel duidelijk. Mooie felle blauwe kleur en van binnen een soort abrikootkleurig leer. Omdat Fiat die auto niet helemaal zelf heeft moeten ontwikkelen, kan die voor een redelijke prijs worden neergezet in de markt. Hij is wel een beetje duurder dan de Mazda, maar daarvoor is die auto dan ook een tikkeltje completer. Eigenlijk in alles een fantastische auto, behalve, en dan komt de grote maar, en die maar die hebben we ook al een keer geconstateerd bij de Mazda MX-5. De cabine, de tweepersoonscabine, is erg aan de krappe kant. En dat betekent dat de bestuurder nog wel een redelijke beenruimte heeft, maar aan bijrijderskant is het echt te krap en die stoelen kunnen te weinig naar achter. Maar ja, een auto moet een beetje excessief zijn, dan is het in dit geval niet door de prijs, maar is het door de ruimte die de auto biedt. Leuke auto om te onthouden als je op zoek bent naar een echte roadster.